Dank voorzitter. Ik uh, ben blij om te horen dat er uh, zo voortvarend uh, uh, te werk uh, wordt gegaan door, uh, door ook uw collega ministers. Um, wat, ik, wat ik hier toch mis, ik, ik deel ook een, een deel van de analyse van, uh, van mevrouw Kreuger. We moeten ervoor waken dat juist diegenen die het echt nodig hebben ook echt toegang krijgen tot de maatregelen. Um, ik heb nog niets gehoord, een beetje dan over mensen die eigenlijk geen lening aan willen gaan. Die gewoon um, uh, gewoon weinig geld op hun bankrekening hebben staan. 500 euro, 25% van de Nederlanders heeft dat te besteden. Dan kan je niet zo heel veel mee vooruit qua dit soort subsidies aanvragen. En dat mis ik nog in uw antwoord. Dus voor mij is het heel belangrijk om te horen van wat zijn jullie daarvoor aan het doen om ervoor te zorgen dat die groep juist mee wordt genomen. En die groep ga je ook heel erg vinden, juist bij mensen met een, ja. uh, een koophuis. Dank u wel. Nou, voorzitter, dit was een van de redenen waarom we. Eerst moest je minstens twee maatregelen nemen om in aanmerking te komen voor subsidies. En dan zag je dat heel veel mensen met een kleinere portemonnee of een kleinere spaarrekening. die haakten af. Want die konden, ze, konden bijvoorbeeld wel de spouwmuurisolatie uh, uh, voorschieten. Uh, maar niet als ze er ook nog meteen dubbele beglazing bij moesten financieren. En daardoor zien we nu ook de enorme toename in subsidieaanvragen, omdat mensen dan in ieder geval die stap zetten die ze al kunnen zetten. En ik snap, zoals mevrouw Kreug net ook zei, dat het terughoudendheid is om soms ook een lening aan te gaan voor dit soort investeringen. Maar dat is ook de reden waarom we voor lage en middeninkomens die lening op initiatief van de heer Dijk of nog op 0% hebben gezet. Um, ...zodat het voor deze mensen ook een zeer uh, rendabele investering wordt die ze zich ook financieel kunnen veroorloven. Maar wat ik wel heb gemerkt, als ik op werkbezoek ben bij, uh, bij RVO bijvoorbeeld, die veel van de subsidieaanvragen uh, verleent... ...dat mensen hebben gewoon ook koud watervrees en willen ook graag gewoon iemand aan de telefoon krijgen die ze er doorheen praat. Uh, zodat je begrijpt waar je aan begint en uh, dat je zeker weet dat je zo'n stap kan zetten. En ik denk dat dat laagdrempelige advies, dat is zo ontzettend belangrijk. Daar ben ik ook blij dat we... Ook subsidies geven aan die energiefixers. Dat is niet alleen maar iemand die de telefoon opneemt, maar die echt gewoon bij je thuis komt om je hierdoor heen te loodsen, zodat je toch ook die investeringen uh, kan gaan doen. Dank u wel. Mevrouw Posma, een vervolgvraag. Ja, voorzitter, dit vind ik heel mooi om te horen, want het is heel belangrijk om mensen inderdaad uh, ja, daardoor heen te helpen. Door dat, dat ontzettende papieren uh, werk wat we soms creëren als, uh, als overheid. Um, is de minister van mening dat dat nu. Voldoende wordt gedaan. Dit zijn goede voorbeelden. Hè? Het is ook goed dat uh, veel gemeenten op wijkniveau gaan kijken. Dan denk ik meteen: ja, dan zijn er ook weer huizen die daar buiten vallen. Maar laten we het positief bekijken. Uh, zou de minister je de, de vinger aan de pols willen houden om te kijken van uh, hoe gaat dit? Maar wat kunnen we nog meer doen, echt om ervoor te zorgen dat iedereen hierin meekomt? Ja, voor, voorzitter, het is volgens mij gewoon. We moeten dit gewoon continu blijven verbeteren. Hè? Dus de zet ook de knop om campagne geeft nu veel betere voorlichting dan we eerder hebben gedaan.